toch bijzonder. Weet je, die Gianni van der Bee, die zat in Temptation Island met Melissa. Dat was zijn vriendin. En die gingen dat Temptation Island in. Maar stiekem met de telefoon. Dat mag niet, want je bent je relatie aan het testen. En zij stuurden dus berichten aan elkaar door. Zij is uit het programma gegooid. Dus het geeft al aan dat hij niet de meest eerlijke van het gezelschap was. Het heeft wel een relatie gered. Zijn nog steeds samen kindje. Nou, leuk verhaaltje. Eind goed, al goed. Nee, want er is shownieuws. In Nederweert is begin maart is een crystal meth lab ding. Is opgerold. Want ik heb ook begrepen dat het helemaal niet in Nederland populair is. Dat het voornamelijk naar het buitenland gaat. Maar echt een hele heftige druk. Heeft wel als de reden dat we in Nederland gewoon qua het veroordelen van dat misdrijf heel licht straffen. Okay, dus als je in Nederland wordt gepakt eigenlijk met hard of soft drugs, dan ja. En of in Duitsland, dat is een heel groot verschil. Maar ze hebben dus een paar mensen opgepakt. Dan heeft die Gianni, die is bij betrokken. Melissa niet, laat even helder zijn, die is geen verdachte. Gianni wel, die zit nu vast ook. Die is uit Dubai teruggekomen en heeft zich volgens bij het politiebureau gemeld. Dat kan natuurlijk toch, omdat als je in Dubai zou zitten en dit zou een zaak zijn, dan denk je, ja, ik moet overal zitten, maar niet in Dubai. Ja. Dus die is onmiddellijk teruggekomen, zit vast. En dan zie je dat zo'n real life soap niet naar zo'n serie afgelopen is. Dat kan nog jaren doorgaan.